Het volk moet goed geïnformeerd worden over de koersontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname ten opzichte van de cambio's, stelt minister Reshma Kuldupsing van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De bewindsvrouw geeft aan dat het ministerie niet werkt met andere koersen dan de douanekoers om de kostprijscalculatie van goederen vast te stellen. Ik denk dat we het volk goed moeten informeren dat wij niet werken met een cambio-koers. De centrale bankkoers en de bankkoersen zijn nergens gedropt. We zijn bezig te kijken wat er gebeurt op de markt, waarom de koersen zo drastisch droppen. Er is een overschot, er is vertrouwen in onze SRD. Er is een overschot aan valuta, niemand wil gaan investeren meer in valuta. Dus vandaar dat de cambio's nu drastisch aan het droppen zijn. Maar de douanekoers, de bankkoers, de centrale bankkoers is nergens gedropt. En dat zijn de legale koersen waarmee EZ werkt om de kostprijscalculatie te doen. We hebben wel gezien hier en daar een lichte daling van wat goederen, maar u weet dat het allemaal te maken heeft met het volk te vertellen van die koersdrop en het gaat prijzen droppen ook. Maar wat ik u ga vertellen is dat wij ons houden aan de douanekoers. Kuldupsing zegt zich bezig te houden met de centrale bankkoers. Er komt volgens de bewindsvrouw een moment waarop de prijzen in de winkels omlaag zullen gaan. Kijk, het vertrouwen komt langzamerhand terug. Wij hebben keihard gewerkt om richting stabiliteit te gaan. En we gaan die koers droppen. Die koers gaat ooit droppen. Alleen moeten we niet te veel haast eraan zetten, anders is het een keldering en dan gaan we een probleem krijgen straks. Ik volg social media ook. Ik zie ook minister EZ doe wat aan die prijzen, want de koers dropt. Maar gelooft u me, het werkt niet zo. We moeten eerlijk naar elkaar toe zijn. En het volk moet wel weten dat er een douanekoers is. En die douanekoers is 39 punt, houdt u me ten goede, 55 of 65. Dus. De bewindsvrouw geeft verder aan dat het ministerie alles eraan doet om het volk tegemoet te komen. In regeringsverband worden op dagbasis discussies gevoerd over de kostprijscalculatie.